Yo, kijkers van ShadowXNL en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Ajax carrière mode. En de eerste wedstrijd in deze aflevering moeten wij spelen tegen Heracles. Daarna hebben wij Feyenoord op het programma. En dan zitten we in februari en is de transferperiode ook afgelopen. Maar de vraag was, gaan wij Oleg Shatov halen? En in de strappel was gebleken dat meer dan de helft, gewoon bijna iedereen wou dat wij Oleg Shatov gingen halen. Dus we hebben hem binnengehaald voor volgend seizoen. Ook gaan Marie Jairo Zivkovic uitlenen aan UD Las Palmas in Spanje voor een korte uitleenperiode. Maar de eerste wedstrijd van vandaag is tegen Heracles. Ik bedoel, Heracles Almelo. Thuis in Amsterdam Arena. Wij staan eerste met PSV eigenlijk op evenveel punten. Maar ons doelsaldo is wel een stuk beter. Heracles staat op de 15e plaats. Dus zouden wij met deze opstelling moeten winnen van Heracles. Een prima opstelling. Kaflan linksback. Eto'o in de spits. Voorkeur boven Milik. Laten we gaan beginnen, jongens. De opstelling van Heracles. Met geen grote verrassingen. Gino Bos centraal achterin. Samen met Ramon Zomer. Droste Goossens. Dus op zich is het wel te kraken. Maar dan zal het duo Eto'o Klaassen erop moeten staan. Want dat was de laatste afleveringen iets minder. Maar sinds dat Eto'o erbij is, gaat dat wel goed. Maar hier is Bazour met een dieptepaas. Een steekpaas op El Ghazi. El Ghazi met de voorzet op Bazour weer. En Bazour komt hem op de paal. Holy shit, was gelijk een grote kans. Hier is Klaassen met de bal op El Ghazi. El Ghazi komt heel erg veel dreiging vanaf. Tegenover Goossens. Met een fake shot komt hij er langs. Sneller en sterker dan Goossens. Legt hem prima terug. En Eto'o maakt de 1-0 in de 37e minuut. Dus we staan met 1-0 voor. Thuis tegen Heracles. Vlak voor rust. Een moeizame eerste helft, dat was het. Maar ja, Heracles die speelde heel erg verdedigend. En natuurlijk, want ja, wat moeten ze anders? Als ze aanvallend gaan spelen, counteren ze helemaal kapot. Dus het is, ze spelen slim, dat wel. Maar ja, wij zijn natuurlijk wel een klasse beter. Maar hier is Heracles. Wij pakken de bal af. Kenny Tete geeft hem op Gudelje. Gudelje gelijk door op Davy Klaassen. Davy Klaassen 1-op-1 met de keeper. En Davy Klaassen maakt die bal er gewoon af. Onze hoogstgereten belangrijkste spelers en ook tevens aanvoerder van ons team is weer heel erg belangrijk hierin. Hij geeft assist of hij scoort zichzelf. Hij is bijna altijd bij een doelpunt betrokken. Ook net dus bij dat doelpunt van Eto'o met het goede paasje op El Ghazi. De volgende aanval is weer hier voor ons. El Ghazi weer met een scoop. Komt voorbij Gino Bos. Gaat weer gebouwd om. Hij is zo gevaarlijk. Hier met een sprintje eruit met een voorzet. Die wordt nog weggeslagen, heel zachtjes weggeslagen. Eto'o kopt in eerste instantie op de paal. Maar daarna in de rebound maakte de 3-0. En dat was allemaal nog voor rust. Dus binnen 10 minuten maken wij 3 doelpunten. En 3 keer dankzij een heel erg gevaarlijk El Ghazi. Dus dat is wel interessant om te zien. El Ghazi een hele goede speler. En we moeten hem zien te behouden in deze transferperiode. En dat geldt niet alleen voor hem, maar ook voor Klaassen en al die andere goede spelers. Maar hier vanaf de verdediging. Paas waar die bal heel goed rond. Kudel hier op Eto'o. Eto'o met een actie. Naar binnen. Fake shot. Geeft hem af op Klaassen. Klaassen kapt zijn man uit. En prima in het hoekje geprikt. 4-0 in de 61ste minuut. Wat een fenomenaal doelpunt. Gewoon vanaf achteruit. Vanaf de keeper die de bal inspeelt op Veldman. En gewoon heel het veld overgetikt. En we maken een doelpunt. En wat een doelpunt. Prima afgekapt en ook prima in het doel geschoven. Dat zie je ook niet vaak als ik een doelpunt heb. Prima doelpunt van Klaassen. Dus 8 alweer in de Eredivisie. Hier is Klaassen weer met de bal op Bazour. Bazour weer met een hoge bal op El Ghazi. En El Ghazi, ja, die is in vorm met de voorzet. En Eto'o maakt ook nog even een 5-0 in de 67ste minuut. Heracles moet ook gaan passen dat het geen monsterscore gaat worden. Dat is het al. Maar het kan alleen nog maar erger gaan worden voor Heracles als het zo doorgaat. Wat een paas van Bazour. En ja, prima afgekapt. Prima voorzet met links en prima binnengekopt. Alles klopte aan deze aanval. En alles klopte aan deze wedstrijd. 10 doelpunten in de Eredivisie voor Eto'o. En ja, de Eredivisie is natuurlijk wel een laag niveau voor Eto'o. Hier is nog wel een kans voor Heracles. Maar die schieten ze over. Hier is Klaassen. Die geeft hem op Donny van der Beek. Donny op Bazour. Bazour op Tjerny die erin is gekomen. Met een schot. Maar die gaat helaas op de paal. Dat had een 6-0 kunnen zijn. Hier is Heracles nog in de 90ste minuut met Bruns moet ik zeggen. En die krijgt hem er helaas voor Heracles niet in. Gelukkig voor ons. We winnen met 5-0, clean sheetje erbij. Eto'o heeft een hat-trick.
Dus mag de wedstrijdbal gaan ophalen. 4 schoten, 3 doelpunten. Prima spits voor Ajax Amsterdam. Dan komt de training weer in beeld. Met Donny van der Beek, die nu 76 al is. Hij groeit redelijk, redelijk hard. Maar Olympique Lyon, of Olympique Marseille, die heeft ook El Ghazi in de gaten gehouden. Want die speelt de laatste tijd supergoed natuurlijk. Ze bieden 14 miljoen, dat vind ik te weinig. Ik wil minimaal 25 miljoen voor onze buitenspeler. Dan komt natuurlijk weer iemand voor Haan, dat is logisch. Want Haan die staat overal in de belangstelling. Maar nu, de klassieker tegen Feyenoord, thuis in de Amsterdam Arena. Voor de beker. Wij moeten tegen Feyenoord, AZ Twente, Utrecht Roda, Groningen NEC. Als we door zouden kunnen komen, dan zouden wij een goede kans maken op de finale. Dat zeg ik. Dit is onze opstelling. Met een aantal wissels. Lijen, Sevastano, Younes, Muric, Rosicki. En dit is de opstelling van Feyenoord. Met ook een paar wissels denk ik. Miasek in goal. Kazim Richards. Sturgeon linksvoor, dat is wel een goede speler. Paul van Verdonk. Woudenberg. Het gaat dus wel gelijk op denk ik deze wedstrijd. In de 22e minuut komt onze eerste kans pas. Sevastano wordt hij flink onderuit gehaald. En dit is toch wel donkergeel. Laat maar zien. Het is geel. El met de vrije trap. Gaat hij erin? Nee. Wat een redding van Miasek. Dat zou je natuurlijk niet verwachten. Hier is Milik op het middenveld. Geen idee wat hij dat doet. Hier is Andersen met een actie. En daar loopt Sevastano. Sevastano schiet hem. Over. Naar rust. Dat is alweer de 52e minuut. Bilal Basacikoglu. Sneller dan Sevastano. Met een voorzet. En die gaat er nog bijna in ook. In eerste instantie. Hier is alweer de 86e minuut. Een hele strugge wedstrijd. Allebei ongeveer evenveel kansen. Evenveel balbezit. En hier is Toornstra. Die maakt het af. Die gaat net naast. En ja. We gaan door naar strafschoppen. Het komt erop aan. Rasmus Elm met de eerste strafschop. Tegenover Miasek. Elm mist. Nee, jongens. Is het dan gedaan? Kom op, Warner aan. Warner. Haan. Houd hem ook. Oké, het is nog steeds 0-0. Kom op, Milik. Milik, maak deze bal af. Arkadiusz Milik. Recht door het midden. Maar hij maakt hem af. Rick Karstorp is heel erg vermoeid. Kom op, Haan. Hou deze bal. Oh! Hij schiet hem over. Holy shit. Bertrand Traoré. Oh, wat doe ik? Nee. What the fuck gebeurde daar? Dat was niet best. Michiel Kramer. Tegenover Haan. Haan? Nee, Kramer maakt dat soort ballen af. Kramer maakt dat soort ballen af. Fuck off, Czerny. Kom op, jongen. Jij moet het doen. Rustig door het midden. Oké, het gaat tot nu toe goed. Allebei 2 gemist. Calvin Verdonk. Kom op, Warner aan. Oh, prima binnengeschoten door Calvin Verdonk. Robert Muric. Verpest het niet, jongen. Oh, kun je rustig door het midden. Goed rustig door het midden. Jens Toornstra. Kom op, Willy. Kom op, Warner aan. Oh, hij dook wel een goede hoek in. Maar hij kon hem niet pakken. Abdolhak. Appie. Kom op, Appie. Goed gedaan. Links in de hoek. Prima. Oké, hier gaat het om. Als Bottingen deze mist, zijn we door. Kom op, Haan. Oké. Bedankt, Bottingen. Hij schiet hem op de lat. En wij gaan door naar de volgende ronde. De eerste klassieker van deze aflevering hebben wij dus gewonnen. Dankzij Bottingen. Ja, het was een moeilijke wedstrijd. Het ging gelijk op. Allebei even goed. Ajax en Feyenoord. Maar wij winnen met geluk, met penalties. Laten we doorgaan. Twente is dus door naar de halve finales. En bij de andere kant kunnen we het nog niet zien. De transfer deadline is aangebroken. En ook Stoke City wil El Ghazi overnemen. Maar 15 miljoen is wat te weinig. Wij willen 25 miljoen. Olympique Marseille komt trouwens heel dichtbij. 20 miljoen bieden ze. Wij willen toch minimaal 25 miljoen voor onze buitenspeler. Daarom heb ik ook gezocht naar een nieuwe buitenspeler. Maar het is geen buitenspeler, het is een linksback. Ik weet het, was maar een grapje. Nee, ik was een beetje naar regens aan het kijken. En toen kwam ik deze man tegen. Hij toont veel potentie, hij heeft zelfs een mooi vooruitzicht volgens mij. En ik dacht, weet je wat, we gaan hem lenen met optie tot koop. We gaan hem gewoon lenen. Ik bedoel, we hebben hem nog niet, we gaan hem gewoon lenen. Gewoon kijken wat er gebeurt. Of die goed genoeg is, of die niet goed genoeg is. We zullen het zien. Maar hier is Sporting met 35 miljoen. Dus dat is heel dichtbij in de buurt van 40 miljoen. Dus misschien moeten we op zoek naar een nieuwe keeper. Maar dat zullen we zien. Olympique Marseille en Stoke zijn niet van plan hun bod te verhogen. Maar 1 uur later. Ja.
Marseille heeft 25 miljoen geboden op andere locaties. Ze hebben het geaanvaard en hij gaat naar Marseille. Ongelooflijk. Oh nee. Nee, hij gaat naar Stoke. 25,5 miljoen Stoke heeft geaanvaard. Ja. Jongens, El Ghazi is dus vertrokken. En dat is best wel een tegenvaller, want hij speelde heel erg goed. Maar ja, we kunnen zulke spelers natuurlijk niet voor altijd bij onze club laten. Als ze een stapje hogerop willen, of kunnen, dan, ja, dan is dat natuurlijk, dan kunnen we dat niet tegenhouden. Maar de deadline day is hier voorbij. We hebben dus geen nieuwe buitenspeler gehaald. Maar ik denk dat Muric en Younes op zich dat gaatje wel kunnen vullen. Maar nu de wedstrijd. Tegen Twente. En Twente staat derde. Dus achter ons, met 9 punten verschil. Wij hebben een wedstrijd minder dan PSV. Dus wij moeten deze winnen. Anders dan, ja, dan haken we af. Dan staat PSV weer eerste. Dit is de opstelling van Twente. Met ja, eigenlijk een opstelling waar we wel van kunnen winnen. Waar we van moeten winnen zelfs. Want geen Ziyech. En dit is onze opstelling. Met Fischer, Eto'o, Younes. Younes is dit keer... Ja, El Ghazi vervangt. Voor altijd misschien wel. Klaassen, Sinkgraven en... Donny van der Beek. Donny van der Beek hier. Aan de bal. Kap naar binnen. En krolt hem op de paal. Dat was jammer. Younes met de voorzet. En die gaat nergens heen. Oké. Kenny Tete hier voor bij Robert Schilder. Met de voorzet. Daar is Eto'o. Maar die komt hem over. Helaas. Hier is Davy Klaassen. Geeft hem op Bedo Bedini. De nieuwe linksback dus. Die gelijk zijn kans krijgt op Klaassen. Kom op Eto'o. In de rebound. Nee. Oh, grote kans voor FC Twente. Hier zijn wij aan de bal. Victor Fischer tegenover Johansson. Komt hij er voorbij. Hij geeft hem voor. Daar is Eto'o. Die kopt. Goeie redding van Marsman. Hier is Bazoer nog. Bazoer met een schot. En wauw. 0-1. 45 minuten dankzij Samuel Eto'o. Een beetje geluk. Maar wat maakt het uit? Het oude opaatje van Ajax Amsterdam maakt het 0-1 in de 45e minuut. En daar zijn we blij mee. Want wij moeten deze wedstrijd winnen. En het maakt niet uit hoe, als we hem maar winnen. Twente is een goede ploeg. Staan niet voor niets derde. Maar wij staan niet voor niets op de gedeeltelijke eerste plaats na deze wedstrijd. Hopelijk. Hier is Robert Schilder. Met de bal op Burven. Of hoe ik het ook uitspreek. En met een schot. En oh. 63e minuut. En Twente. Holy shit, ze staan gelijk. En dat mag niet gebeuren, jongens. Wij moeten deze wedstrijd winnen. Want hij moet de kampioen worden dit jaar. Hier zijn we de bal. Kenny Tete. Op Klaassen. Klaassen met een fake shot op Eto'o. 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 Ja hoor, het is Eto'o. Het is weer ons oude opaatje. Samuel Eto'o. Wat een freaking bee. Samen met Klaassen. Weer de combinaties. Met Klaassen en Eto'o. Wat zijn ze te goed samen. En Milik is niet vergeten, jongens. Vergeet het niet. Milik is niet vergeten. Maar Samuel Eto'o speelt zo goed op dit moment. We kunnen hem er gewoon niet uithalen. Hier is een counter. Younes op Eto'o. En ja hoor. Eto'o op Klaassen. Klaassen is daarentegen alweer niet snel genoeg. En Mokotjo kan dus terugkomen. Wel een goede actie. Helaas niet helemaal uitzet. Donny van der Beek of Fischer. Fischer terug op Benedini. En Benedini die geeft hem voor. Maar die wordt gered. Daar is Bazoer die de bal opvangt op Donny van der Beek. Donny van der Beek met een schot dan. En die gaat maar net naast. Helaas. Goeie aanval. Hier is Twente. Maar die bal levert de bal zo weer in bij Richard Li Bazoer. Fischer. Klaassen. Fischer. Wat een combinatiespel. Terug op Klaassen. Klaassen. Terug op Gudelje. En Gudelje maakt het 3-1. Wat een doelpunt, jongens. Gewoon heerlijk uitgespeeld. Dit is wat we willen zien. Dat heerlijke voetbal om topclubs als Twente. Nou, topclubs gewoon in de Eredivisie eigenlijk niet in echt. Maar wel in deze carrière-mode. Om die gewoon kapot te spelen. En Nemanja Gudelje maakt dus ook nog even een doelpuntje. Zo winnen we deze wedstrijd met 3-1. Het ging wel een beetje moeizaam. Maar de laatste twee doelpunten waren natuurlijk gewoon heel prima. We staan dus weer gelijk met PSV. 53 punten. Gewoon een stuk beter doelsaldo. Maar nu. De volgende wedstrijd. De beslissende wedstrijd. Tegen Feyenoord. De tweede klassieker van deze aflevering. Met veel wissels. Ja, jullie zien het goed. Jullie zien het goed. Andersen linksvoor. Muric, Sinkgraven, Elm, Gudelje. Kaflan, Riedewald, Veldman, Lijon en Haan in goal. Maar Feyenoord kan er ook wat van. Mijazek in goal. Woudenberg weer. Vilena dit keer in plaats van Verdonk. Sturgeon staat rechts. Waardoor Bassa Sikoglu links gaat staan. Sinkgraven hier. Op Muric. Muric voorbij Woudenberg met een goede actie. Trek naar binnen. Voorbij Bottegien. Voorbij Van Beek. En wat een doelpunt. Hij moet dus dit seizoen El Ghazi
helemaal gaan vervangen. Helemaal. Gaat hij het waarmaken? Dat is de vraag. Want dit is natuurlijk een prima doelpunt. Een meer dan prima doelpunt. Een geweldig doelpunt van Robert Muric. Zijn derde doelpunt pas in de Eredivisie. Maar er gaan er nog veel volgen. Hier is Lucas Andersen. Die zoekt de ruimte. Even afwachten op Sinkgraven. Terug naar Andersen. Andersen. Kom op. Naar binnen. Voorbij Van Beek. Van Beek. Met de slechtste tackle ooit. We krijgen een penalty. Binnen 28 minuten kunnen wij de voorsprong verdubbelen. En Arek Milik. Die maakt zulke kansen af. Milik maakt 2-0 voor ons in de 28e minuut. En we staan met 2-0 voor tegen Feyenoord. De vorige wedstrijd in de beker ging het toch een stuk moeizamer. Maar nu zijn we heer en meester. Thuis in Amsterdam Arena. Milik vijfde doelpunt in de Eredivisie. Maar Feyenoord is Feyenoord. En hier is Jens Toornstra op Bassas Jacoglu. Op Immers. Maar daar is... Toornstra nog. Maar een goede redding van Haan. Hier is Toornstra weer. Met een schot. En... Wow. Oké. 74e minuut. En het staat 2-1. Nu moeten we op gaan passen. Want we weten hoe Feyenoord is. Feyenoord is een van de beste ploegen van de Eredivisie. We moeten op gaan passen dat het niet 2-2 wordt. Op legendarisch. Maar ja. Hier is Feyenoord. Bastos Jacoglu. Vilena. Kramer. Terug op Vilena. Een schot. Maar die gaat gelukkig in de handen van Haan. Wij kunnen counteren. Tjerny. Milik. Daar gaat Nouri. 86e minuut. Abdrak Nouri, kom op. En ja. In de 86e minuut maken wij de 3-1 tegen Feyenoord. En we gaan deze klassieker ook winnen. Het is beslist. Milik op Nouri. En Nouri. Die maakt het prima af. 3-1 tegen Feyenoord, jongens. Maar hier, Feyenoord. Nog één kans. Met een hoekschop. Haan die vangt de bal. De keeper is mee naar voren. Tjerny. Oh, gelijk door op Milik. Wat een paas. Milik. Schiet van afstand. Milik, nee. Milik, nee, nee, nee. Wat een doelpunt. Arek Milik. Arkadiusz Milik. Met een doelpunt vanaf de middenlijn. Oké, er stond geen keeper in goal. Maar zo'n accuracy. Om die bal erin te krijgen. Dat is niet simpel. En hij doet het gewoon. Arek Milik doet het gewoon en schiet ons naar 4-1. Wie had dat verwacht? 4-1 tegen Feyenoord. Wat een wedstrijd. Dit was het weer. De volgende aflevering spelen we tegen PSV AZ. En dan hebben we ook weer Schalke op programma. En dan komen we zo steeds dichterbij. Het einde weer. Maar bedankt jullie voor het kijken. Kunnen we weer 100 likes halen. Super awesome zijn. En dan zeg ik tot de volgende aflevering. Later mensen.